Vakmanschap en de ontwikkeling van medewerkers zijn van belang om de kwaliteit van onze services op het hoogste niveau te houden. Daarnaast blijven collega's met plezier bij Bilfinger werken als zij zich kunnen ontwikkelen. Met het Bilfinger Skills Center zorgen we ervoor dat de vaardigheden en kennis van onze collega's op het juiste niveau zijn en blijven. De 5 pilaren van het Bilfinger Skills Center zijn onboarding en assessment, training en opleiding, data-analyse, continuous learning en field checks. We beginnen bij het begin, de onboarding en assessment van collega's die voor Bilfinger komen werken. Het Bilfinger Skills Center is erg belangrijk omdat wij, ik denk zo'n 2-3 jaar geleden, zowel vanuit de problematiek in de arbeidsmarkt, het is moeilijk om aan vakkrachten te komen, maar ook het investeren in het kapitaal van ons bedrijf, onze mensen, dat willen wij veel nadrukkelijker doen via zo'n Skills Center. Je investeert in je mensen op het gebied van vakmanschap, ook een stukje veiligheidsbewustzijn en ook naar de medewerker zelf toe. Die investering vertaalt zich ook in de kwaliteit die hij kan leveren naar onze opdrachtgevers. Daarom is het erg belangrijk dat wij met dit initiatief een aantal jaar geleden zijn gestart. Het Bilfinger Skills Center is het initiatief waar we al onze activiteiten op het gebied van de ontwikkeling en de training van onze medewerkers hebben gebundeld. Nou, dat doen wij fysiek op locatie zoals hier vandaag in Roosendaal, maar ook in Zwijndrecht in België hebben wij een Skills Center waar wij onze medewerkers trainen en bijscholen. Nou, een onboarding is voor nieuwe medewerkers die eigenlijk nog niet bekend zijn met Bilfinger en onze manier van werken. Dus die komen nieuw hier binnen, die krijgen een introductie in onze organisatie. En vervolgens worden zij getoetst, eerst op theoretisch gebied door middel van een online learning. En vervolgens ook op veiligheidsgebied met video's en poortinstructies. En daarna gaan zij actief aan de slag in de praktijk en bouwen zij in dit geval bijvoorbeeld een steiger onder het toeziend oog van onze voorman hier, die dan het niveau van de medewerker inschat, zodat als deze mensen daadwerkelijk naar site gaan, dat wij de garantie kunnen leveren aan de site en aan de mannen daar, dat de juiste kwaliteit medewerkers worden geleverd. Het Bilfinger Skills Center betekent feitelijk voor onze medewerkers, maar ook voor de medewerkers van de onderaanneming, is dat wij ze, als ze nieuw zijn, hier onboarden. Dus heel erg kijken in wat is het huidige vakmanschap dat ze meebrengen en wat is het veiligheidsbewustzijn waarmee ze zeg maar naar ons bedrijf toekomen. Dat is voor nieuwe medewerkers. Voor medewerkers die al bij ons werken, is dat we periodiek toetsen en in hun investeren wat is je niveau van vakmanschap en je niveau van veiligheidsbewustzijn. Dus wat betekent dit voor medewerkers? Periodiek zullen ze hier naartoe komen, zowel in Roosendaal als in Zwijndrecht, om met onze trainers samen te kijken naar verdere verbetering van hun vakmanschap en veiligheidsbewustzijn. Wat je merkt bij onze klanten is het onderscheidend vermogen in onze markt blijft in onze mensen zitten. Dat zat het al, dat zit het nu, maar dat zal het zeker ook in de toekomst zijn. Onze opdrachtgevers verwachten in een steeds moeilijkere arbeidsmarkt dat wij toch kwalitatief zeer goede mensen inderdaad naar de bouwplaatsen toesturen. Dat betekent dat een opdrachtgever ook van ons verwacht dat wij blijven investeren in vakmanschap en een stukje veiligheidsbewustzijn. Dus daarom het initiatief van het Skills Center sluit ook aan op de verwachting van de opdrachtgever. Hoe kun je nog aanvullend investeren in een moeilijke arbeidsmarkt in kwalitatief goede vakmannen?